Ik ben Nadine Broersen, meerkampster van beroep. De komende zomer wil ik shinen tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. 4 jaar geleden was ik er ook al bij in Londen. Ik wil een andere plek voor de tatoeage dan de meeste hebben. En aangezien ik altijd in een klein broekje en topje loop, vond ik dat het wel gezien mocht worden. Hij is niet altijd helemaal goed te zien, omdat mijn broek er een beetje overheen valt. Maar ik vind de reactie van mensen erop juist heel erg leuk. Ze vinden hem namelijk een beetje mysterieus en zijn erg benieuwd. Best snel na de Spelen heb ik hem laten zetten. Ik wist namelijk al heel lang dat ik de Olympische ringen zou tatoeëren als ik die Spelen zou halen. Het was namelijk een droom die uitkwam en ik wilde het letterlijk voor altijd met me meedragen. Ik heb ook nog een andere tatoeage. Die staat op mijn rug en die heb ik al heel erg lang. Maar die betekent eigenlijk helemaal niets, maar ik vind hem wel super mooi. Maar bij de Olympische ringen, daar heb ik heel veel gevoel bij.